De medische dienst van Telesuur, de afdeling HR Care, heeft afgelopen zaterdag een gezondheidsbeurs en informatiedag georganiseerd voor personeelsleden en gepensioneerden. De activiteit is gehouden in het Telesuur opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg. Theresa Daniel Wijngaarden, coördinator van de gezondheidsbeurs, legt uit wat het doel was van de beurs en de informatiedag. In het kader van Telesuur Gezond, we hebben een project. Als ik zeg wij, dan bedoel ik HR Care, de medische dienst van Telesuur. We hebben zo'n project, we zijn een project gestart dit jaar, januari. Telesuur Gezond. En dan heb je allerlei activiteiten die we dan organiseren in dat kader. En zo is deze beurs eigenlijk de laatste activiteit voor dit jaar. Oké, en het gaat dus om een gezondheids- en informatiebeurs. Voor wie is deze beurs bestemd? Deze beurs hebben we speciaal georganiseerd voor de telesuurders, de gezinsleden. We vinden het belangrijk dat de gezinsleden erbij zijn, omdat ze horen erbij. Als het gaat om een ziekte of gezondheid, ze moeten elkaar stimuleren. Dus wij hebben gezegd, de gezinsleden horen erbij. En we hebben ook nog de gepensioneerden erbij genomen. Met deze beurs hebben we eigenlijk getracht om de mensen bij elkaar te krijgen, zodat we kunnen laten zien dat we willen. De animo is er voor die gezonde leefstijl. De mensen komen, we mogen niet klagen. We zijn best wel tevreden over de opkomst van deze beurs. Hiermee willen we aangeven bewustwording aan de directie, want wanneer wij dan komen met de preventieprogramma's, dat we dan die kunnen bieden. En daar hebben we de onderbouwing voor de directie van, kijk, het is toch wel belangrijk om te investeren in preventie. Nou, de WHO vraagt dat. Wij zijn een klein deel van de WHO, dus we moeten dan eigenlijk ook dezelfde regels van de WHO volgen. Dus wij hopen dan volgend jaar dat als we goedkeuring krijgen voor de preventieprogramma's, dat we die dan kunnen doorvoeren en actief bezig kunnen zijn met de mensen op weg naar een gezonde leefstijl. Daniel Wijngaarden zegt dat de medische dienst na deze gezondheidsbeurs nog meer activiteiten zal organiseren. Zij hoopt dat de totale Surinaamse samenleving bewuster wordt van hun voeding. We hebben zoveel in petto. We willen dan, eigenlijk hebben we zijn begonnen met de screening. Daar hebben we de cijfers gehad. En nu hebben we gekeken wat speelt er buiten, wat speelt er landelijk. En blijkt dat er bepaalde ziektes zijn die stijgen, waaronder nierfalen. Vandaar dat we de nefroloog ook hebben uitgenodigd om een presentatie te houden over nierfalen. De diëtiste heeft dat gedaan. Ook detox, allemaal zijn eigenlijk in verbinding met elkaar. En we hebben de huidige situatie en hebben we gezegd, oké, dat speelt. De internisten hebben gezegd en de specialisten, het ligt aan gebrek aan informatie, gebrek aan kennis en onze voeding. Toen hebben we gezegd van oké, dan laten we een beurs organiseren waar we informatie geven aan de mensen, waar de kennis gedeeld wordt met de mensen, zodat ze die kennis bezitten. En dan gaan we naar de gewenste situatie. De gewenste situatie is dat we willen dat eigenlijk alle mensen zodanig bewust zijn van een gezonde leefstijl, dat ze het ook incorporeren in hun leven. Charissa Daniel Wijngaarden, coördinator van de gezondheidsbeurs van Telesuur. De beurs is gehouden in het opleidingscentrum van het telecombedrijf.